Hoi allemaal, welkom in mijn atelier. Vandaag gaan we het niet zozeer hebben over schilderen, maar meer over het gebruik van schablonen. En dat ga ik uitleggen stap voor stap, van makkelijk tot wat moeilijker. Als je wat dikker papier of karton gebruikt, kun je je schabloon ook vaker weer opnieuw gebruiken. Zo kun je mooie patronen maken. De schablonen kun je als vorm of als restvorm gebruiken. De vorm is het uitgeknipte vogeltje en de restvorm is het kartonnetje waar de vogel uit is geknipt. We beginnen even met een eenvoudig ontwerp van een huisje. Knip het silhouet het liefste in één keer uit. Dan gebruik je hooguit twee keer een schaarknip in je kartonnetje. Dan kun je de restvorm als een mooi geheel plakken. Knip je de omgeving in meerdere keren uit, dan is het lastig om daar nog een mooi schabloon van te maken. Pak je hooguit twee knipjes, dan kun je deze makkelijk even plakken. Zo, dan heb je nu een mooie vorm en een restvorm om te gebruiken en iets moois van te maken. Met het tamponeerkwast kun je de restvorm mooi intamponeren. En dat betekent een stampende beweging maken met je kwast. Ik heb nu een mooie zwart huisje staan. Ik wil het iets moeilijker maken. Ik zorg dat hij even droog is en ik ga zorgen dat er raampjes opkomen. Ik heb de raampjes uit het huisje uitgeknipt, of eigenlijk uitgesneden, en leg deze op het zwarte vlak wat ik net heb geschilderd. Ook nu tamponeer ik weer met mijn kwast de verf op de raampjes. Je kan dit egaal doen, zoals in de bovenste raampjes, maar je kan ook zeggen, nou, ik laat de kleur in die vorm al een beetje verlopen. Dat doe ik hier met zwart en een beetje dat paarsblauwige. Dan krijg je net een ander effect. En natuurlijk leent deze simpele schabloontechniek zich voor meerdere variaties, van makkelijk tot met moeilijk en van kleurrijk tot zwart-wit. Nu een stapje moeilijker. We gaan werken met overlappende schablonen. Dus dat betekent dat de ene schabloon voor de andere is afgedrukt. Hoe doe je dat? Ik heb eerst het poppetje afgedrukt, maar nu kom ik erachter dat ik eigenlijk het poppetje voor de vogel afgedrukt wil hebben. Hoe doe ik dat? Nou, ik gebruik het poppetje die ik uitgeknipt heb. Die kan ik op mijn afgedrukte vorm leggen en daar dek ik hem mee af. Nu kan ik makkelijk de vogel schabloneren zonder dat het poppetje overgeschilderd wordt. In de voorbereiding heb ik ook al een huisje uitgesneden. En dit huisje heb ik ook raampjes gegeven en deze ook alvast uitgesneden met een mesje. En die ga ik nu tamponeren. En het leukste vind ik nu dat ik in de uitgeknipte vorm de raampjes goud schilder. En ik kan dat met een echte tamponeerkwast doen, maar zoals je ziet doe ik het hier gewoon met een varkensharenkwast. Gebruik geen synthetische kwast, want die gaat gewoon kapot van deze techniek. Nou, dan kan ik ook de omleiding van het huisje, van de vorm die ik uitgeknipt heb, ook nog omlijnen en een beetje tamponeren. En dan krijg je weer een ander effect. Ook kan ik een soort schaduwwerking creëren door de schabloon die ik afgeschilderd heb even af te dekken weer met de vorm. En de andere schabloon te gebruiken om eigenlijk net iets ernaast weer een afdruk te maken. Een leuke tip is om een behangboek te gebruiken of een rolbehang, want deze kun je vaak mooi afdrukken. Het mooiste is om de ondergrond eerst voor te bewerken of zoals hier gekleurd papier te gebruiken. En wat moet je bij de hand hebben? Nou, ik heb nu in dit geval drie kleuren verf, goud, zwart en wit, een rollertje, een schaar en natuurlijk een mesje, karton en natuurlijk een tamponeerkwast of een varkensharenkwast. Allereerst heb je een ontwerp gemaakt en ga je verschillende schablonen maken. Dus ik snij het huisje uit. Ik heb een gedeelte heb ik gescheurd langs de kant, zie je. En een ander stukje heb ik geknipt. En dat gescheurde effect vind ik ook wel leuk, omdat het net even wat minder strak is. Ik wil behang afdrukken in de vorm van een boom. Daarom teken ik het ontwerp van de boom op de achterkant van het behang. Natuurlijk probeer ik ook hier weer de boom zoveel mogelijk in één geheel uit te knippen. Uit de boom zelf snij ik nog even de reststukjes papier tussen de takken uit, zodat je een mooie open structuur krijgt. Omdat ik de achtergrond wat minder kaal wil hebben, wil ik daar een paar wolken afdrukken. Dit doe ik op wat dikker karton. Je kunt ervoor kiezen om het karton te scheuren, dus de vorm uit te scheuren. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om om de schabloon uit te knippen. Nou, dan heb ik nu alle schablonen klaar die ik wil gebruiken. En ik wil zowel de positieve als negatieve vorm gebruiken.
Dus het gedeelte wat ik uitgeknipt heb, misschien afdrukken en de andere gedeelte tamponeren. En ik ga even kijken wat voor compositie ik ongeveer wil. Ik heb voor de wolken juist een wat stugger karton gekozen, dus een wat ruwer kartonnetje. Dat heb ik gedaan omdat deze eigenlijk de verf een beetje opzuigt. Dus het resultaat iets willekeuriger is dan dat je glad karton gebruikt. Dus ik wil eigenlijk dat er een beetje de wolkenstructuur al in zit als ik hem afdruk. Nou, we gaan eens kijken of dat gaat lukken. Ik heb hem ingesmeerd met witte verf. En ik ga ook nog een beetje donkere verf erbij doen. Dus ik pak een beetje zwart erbij. En dan ga ik proberen om de wolk iets meer genuanceerder te maken van kleur. Dus dat hij niet één hele egale kleur heeft straks. Maar meteen al een beetje een wolkeneffect krijgt. Nou, dan gaan we eens kijken. Ik leg hem neer. En zo wil ik hem hebben. En dan ga ik kijken of ik hem misschien met een rollertje eroverheen kan. Dus ik doe het niet met mijn hand, want dan is mijn hand vies. Dus ik pak een rollertje. Het handigste is eigenlijk om er ook nog even een papiertje tussen te leggen, hoor. Een kopieerpapiertje. Zo wordt je rollertje niet zo vies. Nou, ik ga nog een keer de andere wolk doen die ik uitgescheurd heb. En die ga ik ook even inschilderen. Dit doe ik ook weer met twee kleuren, zoals je ziet. Nou, ik ben benieuwd wat het resultaat hiervan is. Die heb ik net even iets anders ingeschilderd. Dus die leg ik ook weer neer. Nou, dan pak ik nu even papiertje om te laten zien dat je rolletje dan schoon blijft. En dan zie je ook meteen dat het maar goed is dat ik dat papiertje heb, want mijn rolletje was niet helemaal schoon. Dus anders zou ik nu vieze vlekken op mijn papier hebben. Ik vind dit altijd een hele leuke techniek, omdat het altijd weer een kleine verrassing is hoe het eruit gaat zien. En dan zie ik dat deze niet helemaal goed pakt in het midden. Dus ik heb hem nog even een beetje aangestampt. Nou, ik ben wel tevreden. Maar je kan ook wat er nog op zit qua verf nog een keertje ergens anders afdrukken. Dan heb je hem iets waziger als afdruk, zeg maar. Ik wrijf hem nog een beetje bij. Ja hoor, daar is die. Inmiddels heb ik de boom die ik uit het behangpapier had geknipt met structuur ingerold met een zwarte roller. En die ga ik nu afdrukken op het blaadje. En ik hoop dat die dus niet helemaal super zwart is. Omdat ik wil dat deze straks wat meer op de achtergrond lijkt. Dus ik wil later nog een iets zwartere boom ervoor afdrukken. Aan de linkerkant wil ik de restvorm gebruiken om een schabloon te tamponeren. Dus de boom. En je ziet dat die inderdaad een stuk feller is dan de afgedrukte boom. Het huisje wil ik graag een tussenkleur geven. Dus die maak ik wat grijzer. Ik kies ervoor om deze juist de vorm af te drukken. En door het afdrukken zal die niet helemaal super egaal worden. Maar dat is juist het effect wat ik wil bereiken. Dus ik ga hem niet tamponeren, maar echt afdrukken. Terwijl de vorm van het huisje er nog op ligt, heb ik even gouden verf gepakt. En, nou ja, natuurlijk niet echt goud, maar nepper. En dan ga ik de raampjes tamponeren. En dan heeft ook de verf aan de onderkant net iets langer de tijd om in het papier te trekken. Nou, eens even kijken hoor. Is helemaal klaar. Dan haal ik hem eraf. Oh, dat is mooi geworden. Ja, ben ik blij mee. Van mij mogen de randen van het huisje nog net even iets strakker. Dus wat heb ik gedaan? Een stukje van de rand van de schabloon uitgeknipt. En deze tamponeer ik weer extra in met donkere verf. Dus met donkergrijs. En die zet ik weer langs de rand. En die wrijf ik nog een keertje in. En dat herhaal ik ook nog een keer aan de andere kant. Nou, ik ben hartstikke tevreden over het resultaat. Hartstikke leuk zo. Ik vind hem nog niet helemaal af, dus ik plak de boom die ik uitgeknipt had, dus de uitgeknipte vorm, plak ik vervolgens met een pritstift in de voorstelling. Dus aan de rechterkant van het huisje. Die is dan ook een stukje donkerder, hè, dan de andere die erachter staat. Zo krijg je wat meer diepte in het schilderijtje. Dan vind ik linksonder het nog een beetje saai. Dus ik pak de schabloon van de boom en ik doe dat gewoon, pak ik de bovenkant van. Dus ik pak hem niet helemaal. En daar, die tamponeer ik een beetje met goudverf. Zo lijkt het net alsof er een gouden struikje voor staat of zo. Maar het is wel leuk voor het evenwicht in het schilderijtje qua kleur. Nou, datzelfde heb ik ook nog even in de rechthoek gedaan, alleen dan een wat andere vorm. En je ziet, daar fleurt hij dan ook wat van op. Ik vind hem hartstikke leuk geworden zo. En hier zie je nog even een voorbeeld waar heel veel technieken door elkaar gebruikt zijn qua schablonen. Dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Maar begin gewoon makkelijk met oefenen, want dat is het handigste.
Vind je het een leuk filmpje en wil je meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer je dan nu op mijn kanaal. En vergeet niet om eventjes te zeggen of je het filmpje leuk vond of minder leuk hieronder in de comments. Alvast bedankt. Doei!